vlak. Absalem, goed, in één keer doorgekopt. Vegan. Vegan, Absalem, dit kan. Maar dit is ook het handje van Wouter van der Steen. Maar is hij toch gevaarlijk, de oudspeler van Feyenoord. Amir Absalem leidt hem zelf in met de kopbal, krijgt hem terug. En dan met rechts. Tegen de hand van Wouter van der Steen. Marsman. Kijken of die de diepte iemand kan bereiken. Kudosu. Vlak. Legt hem klaar voor Van Michem. Van Michem. Veerman, dan is hij erin. Nee, niet. Hoe is het mogelijk? Een cadeautje dat Veerman meestal wel weet uit te pakken. Nu even niet. Kudosu. Vlak, vlak. Handje van der Steen. En in tweede instantie de doelman ook van Helmond. Oh, wat een kans voor Henk Veerman. Van Michem wordt in stelling gebracht. En dan heeft Veerman een dot van een kans. Dit is een goede bal op Kaars. Kaars met Surmeli. Kaars legt hem terug. Van Keijlegom. Och, jongen. Hoe groot moet de kans zijn? Kaars geeft hem op een presenteerblaadje. Maar het is niet besteed aan deze van Keijlegom. Surmeli ziet dat hij het niet redt tegen Kaars. Kaars houdt het overzicht, kijkt. Dan is van Keijlegom sneller dan Absalem. Maar hij krijgt hem alleen maar op de paal. Ludwig. Kaars met Ludwig laat lopen voor Marien. Botos. Botos met schuiven. Geen problemen voor Marsman. Botos. Slechte bal. Van Michem. Van Michem. En dan is de paas niet goed op Veerman. Werd hij daarvoor al geraakt? Van Michem. En is de geel voor Kretschmer. Want die speelde wel degelijk de bal niet. En dus geel voor hem. Voor Pius Kretschmer. Wordt het linkervoetje van Michem of gaat het over rechts met Surmeli? Het is Van Michem, maar die doet het in de muur. Vlak en in de handen van Van der Steen. Het is het hoofd van Vlerken. Absalem zoeken naar Veerman. Van Hoven kopt die bal buiten. Raakt daarbij geblesseerd aan zijn enkel. Vlak. En de slijding is daar van Ludwig. En pijn bij Brian van Hoven. Daar. Ja, daar verstapt hij zich op de voet van Veerman. En zwikt door zijn enkel. En Esakati lijkt te zeggen, dit gaat niet verder. We zien de terugkeer van een bekende. Jort van der Zanden. Tijdje geblesseerd geweest, tijdje niet van de partij. En oh zo belangrijk voor ADO als het erop aankomt. En dan is het gedaan met Brian van Hoven. Hij verlaat het veld. Mees Krekels, de oud-speler van Jong PSV, komt voor hem in de ploeg. Siereveld, hij doet weer mee. Maar hem in de problemen. En nu de paas dan. Op Van de Hurk. Van de Hurk in Kaars is mee. Anthony van de Hurk. Anthony van de Hurk schuift hem naast. En het goede verdedigende werk is daar van Jari Vlak. Moeizame controle bij Van Michem. En dan gaat Kaars. Daar met Siereveld. Siereveld. Daar is Kaars. Daar is Kaars. Dat is toch Kaars. Dat is toch het wapen Martijn Kaars. Een hele tijd niet gescoord en nu dan in de 83ste minuut scoort hij eindelijk weer eens. Martijn Kaars. Optimaal gebruikmakend van de snelheid die hij heeft. Twijfel achterin bij ADO. En dan is het goudhaantje er weer. Martijn Kaars scoort zijn 21ste van deze competitie.
Nu de voorzet. Daar is die voorzet. Daar is het hoofd van Van der Zanden. Nee. En het schot van Van Michem. Vlak. Die het voetballend wil oplossen. En dan Kaars. Let op. Daar gaat hij weer. Zo. Esaias zegt. Die vangt hem op. Dit is een bodycheck van Jewelste. En dan krijgt Kretschmer ook nog eens een keer geel vanwege reclameren. Die Esaias die deelt me daar een bodycheck uit. En daar het laatste fluitsignaal van Ingmar Alstrom. Helmond Sport, dankzij de treffer van Martijn Kaars, weet de wedstrijd toch maar weer eens te winnen.